Hallo, leuk dat je er bent weer op mijn YouTube-kanaal. Vind ik toch altijd wel tof, hè, dat ik inmiddels al wat volgers heb. En ja, dat is, ik zie allemaal duimpjes. Ja, vind ik gewoon geweldig. Ik wil het dit keer met jullie hebben over sanitair tegels verven. Je hebt wel eens dat je zegt van ja, moet er nou nieuwe tegels in? Dan gaan we de tegels verven. Nou, tegenwoordig is er eigenlijk een hele mooie tegelverf. Dus ja, waarom zou je het niet doen? Ja, hoofdzaak is natuurlijk wel, hè, dat je dus goed ontvet, maar dat is heel belangrijk. Echt goed, ook de voegen ontvet, de tegels echt goed ontvet, maar dat is zo belangrijk. En nadat ze goed opgedroogd zijn, ga je ze wat opruwen met schuurpapier, met iets grovere schuurpapier, zeg maar 120, 80, tussen 80 en 120. Als je dat goed hebt opgeruwd, hè, goed dus stofvrij maken, ga dan weer met een kleefdoekje overheen of met een vochtige doek. En wacht even een poosje dat het echt helemaal droog is. En dan pak je dus een verfbakje. Je hebt dus een filterrolletje en een acrylkwast. En dan ga je dus met speciale tegelverf. Dat kun je gewoon kopen. Je hoeft ook geen uniprimer. Je hoeft geen primer, geen grondverf. Dat is in één keer is dat klaar. Er zijn verschillende merken die hebben dat. Je typt maar in tegelverf. En dan ga je dus dat mooi afschilderen. En je wacht een poosje en dan heb je gewoon een complete nieuwe sanitair of een nieuwe badkamer. Nou, hoe leuk is dat? En hoe simpel is dat? Kijk, eerder moest je dus primeren en schuren en laklaag. En kijk, dit is een tegelverf, hè? Die kan tegen warmte en die kan tegen vocht. En daar heb je heel lang plezier van. Nou, ik zou zeggen dan ook heel veel plezier met het verven van de tegels. En ik zie je uiteraard bij de volgende video.